Oude mensen kunnen van alles niet meer, maar de meeste dingen die ze niet meer doen, hebben ze zelf afgeschaft. Zo heet deze ook, afschaffen. Ik kwam een man tegen die ik lang geleden had ontmoet, bij de Nijmeegse Vierdaagse. Ben je nog steeds lange afstand wandelaar? vroeg hij. Ik schudde mismoedig mijn hoofd. Acht kilometer antwoordde ik, meer haal ik echt niet. Af en toe besef ik waar ik de laatste jaren zo afscheid van heb moeten nemen. Onvermoeibaar schoffelen in de tuin, snel de was ophangen voor ik de deur uit ga, een half uurtje extra fietsen voor een boodschap, mijn sleutels zoeken terwijl ik iemand aan de telefoon heb. Ik kan niet meer alles tegelijk. Daar kan ik maar beter vrede mee hebben. Maar de meeste dingen die ik niet meer doe, heb ik zelf afgeschaft. Ik ga om tien uur naar bed en niet om half twee. Ik drink minder dan vroeger en ik ga geen Arabisch meer leren. Doe jij nog alles? vroeg ik aan de vierdaagse man. Weer gek, lachte die. De vierdaagse, die massa mensen. Die massa mensen die de uil zat in de olmen lopen te zingen. Ik moet er niet aan denken. Ik ben tegenwoordig ook met vrouwen bevriend zonder dat ik de hele tijd aan seks denk. En als ik de vertrektijden van de bus wil lezen, heb ik een bril nodig, anders zie ik niks. En ik ga vroeg naar bed. Ik ga niet meer naar het café. Vroeger ging ik geregeld een biertje drinken op de Amsterdamse Wallen. Ik kende bijna alle vaste klanten. En als ik een week oversloeg, voegde. Barkeeper aan me, was je op reis? Vaak was ik inderdaad op reis geweest. Dat hoeft ook niet meer zo nodig. Ik ben graag in mijn volkstuin. Bonaire was leuk, Corsica geweldig, Spitsbergen onvergetelijk, maar mijn paspoort ligt niet meer naast mijn tandenborstel. Ik wil ook niet meer uit logeren, zei de vierdaagse man. Dat deed ik vroeger wel. Als ik vrienden opzocht die op het platteland wonen, bleef ik slapen. Dan kon ik een biertje drinken en wijn aan tafel. En de dag daarna gingen we lekker wandelen in de natuur. Nu spreek ik op zondagmiddag af. Dan maken we de wandeling voor de lunch. En om zes uur ben ik weer thuis. Nuchter. Ik ken iemand die s'avonds nooit meer weg wil. Niet met de auto, want ze ziet niet meer zo goed in het donker. Maar ook niet met de trein. Zo'n coupé met uitgelaten jongeren voor wie de avond om half elf nog moet beginnen. Niks hoeven. Dat vinden mensen op leeftijd pas fijn. In de coronatijd hadden jongeren het moeilijk. Ze hunkerden naar elkaar, naar contact, naar de opwinding van het volle leven. Wij niet. We vonden het eigenlijk wel lekker rustig, die twee jaar. We hoefden nergens naartoe, want het mocht niet van de regering. Een voormalige buurman van mij heeft de coronatijd aangegrepen om zijn hele sociale leven weg te saneren. Ook nu het weer mag. Ziet hij niemand? Ik heb geen behoefte aan andere mensen, zegt hij. Ik zit thuis en ik doe niks. Maar dat vind ik niet verstandig. Als je toegeeft aan helemaal niks hoeven, verander je langzaam in een plant, die geranium, waarvan je vroeger zei dat je er nooit achter zou gaan zitten. Straks ben je niet meer van die geranium te onderscheiden.